Welkom bij VeraD. Vandaag de middelste bekkenbodemspieren trainen. De dwarsliggende perineumspier heeft een stabiliserende functie voor het bekken en het gehele houding, omdat hij de zitbeenderen naar elkaar toetrekt. Deze spier vangt vooral ook een verhoogde binnendruk van de druk op wanneer de druk naar binnen wordt uitgeoefend, zoals drukken op de buik, hoesten, niezen, zwaar tillen. Laten we starten. Vandaag hebben we een stoel, een kussen of een bal nodig. Onze eerste oefening. Bewustwording middelste laag. Ga rechtop op een harde stoel zitten en voel heel bewust je zitbeen. Leg beide handen onder deze botten en schommel wat heen en weer met je bekken. Ja, probeer de zitbeenbotten naar elkaar toe te trekken. De middelste bekkenbodemspier spant zich aan. Houd de spanning 6 seconden vast. Hou vast. En ontspan. Laten we dit herhalen. Blaas lang uit en span aan. 6, 5, 4, 3, 2. En laat los. Adem in. Blaas lang uit en span aan. Oké. Stel je bekkenbodem als een bloem voor. Bij het inademen opent de bloem zich vanuit de kern. Bij het uitademen sluit de bloem zich weer als een knop. En laat los, adem in. Laatste maal. Blaas lang uit en span aan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laat los, adem in. Vervolgens gaan we in ruglig naar de bekkenklok. Leg de stoel opzij. Ga op je rug liggen. Trek je knieën op. Knieën gebogen. Beeld je in dat je bekken een wijzerplaat is van een klok. Met de cijfers 12, 3, 6, 9. Wieg het bekken enkele malen naar voor en naar achteren. Schaambeen 12 uur, rug uitvlakken. Stuitbeen 6 uur, holle rug. Trek denkbeeldig je stuit tussen je benen door, 12 uur. En breng je stuit weer naar onderen, 6 uur. Wieg het bekken. Laten we vervolgens 3 en 9 uur nemen. Rechterheup 3 uur, linkerheup 9 uur. En wieg naar de rechter en de linkerheup. Doe dit enkele malen. Bekkenklok. Draai het bekken van 6 naar 3, naar 12 en naar 9 uur. Herhaal. Draai het bekken van 6 naar 3, naar 12 en 9 uur. Bekkenklok. Laten we dit nog 2 keer herhalen. En draai. 6, 3, 12, 9. Laatste maal. Draai. 6. 3, 12 en 9. Wissel van richting. Ga van 6 naar 3 uur, dan naar 12 en naar 9 uur. En draai. 6, 3, 12, 9. Laatste maal. Draai het bekken.
Goed zo. Laten we de middelste bekkenbodemspieren aanspannen. Druk je hakken stevig in de vloer. Laat je tenen naar boven wijzen. Leg de vingertoppen op de zitbeenknobbels. Trek bij het uitademen de zitknobbels naar elkaar. En laat weer los bij het inademen. Laten we dit herhalen. Span aan en blaas gelijk lang uit. Laat los en adem diep in. Adem lang uit, span aan. Denk aan de bloem, sluit de bloem. Adem in, ontspan, open de bloem. En herhaal op het ritme van je ademhaling. Span aan, sluit. Trek de zitknobbels naar elkaar toe. Adem in, open de bloem. Ontspan je bekkenbodemspieren. Kom in tafelpositie, boven- en onderbenen in een hoek. Leg al dan niet een kussen, een bal, tussen de knieën. Leg je handen tegen je knieën, trek je navel in, dwarse buikspieren aanspannen. Druk met beide knieën stevig tegen de bal. En druk gelijk je handen stevig tegen je knieën. Span daarbij de bekkenbodemspieren aan. Hou vast. 6 seconden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ontspan. Laten we dit enkele keren herhalen. Druk met beide knieën stevig tegen de bal en gelijk je handen stevig tegen de knieën. Bekkenbodemspieren en dwarse buikspieren aanspannen. 5, 4, 3, 2, 1. Laat los, ontspan, adem in. Blaas lang uit. Druk met beide knieën stevig tegen de bal en gelijk je handen stevig tegen de knieën. Bekkenbodemspieren en dwarse buikspieren aanspannen. 5, 4, 3, 2, 1, laat los en adem gelijk diep in. Laten we dit nog 1 keer herhalen, oké? Blaas lang uit en span aan. Hou vast. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ontspan. Oké. Laten we nu de bekkenbodemspieren ontspannen. Leg het kussen of de bal onder je bekken. En breng je knieën naar je borst. Laten we loslaten. De bekkenbodemspieren stretchen. En houd vast. Houd enkele seconden vast. Ontspan. Zo, dit was het voor vandaag met de nadruk op de dwarse bekkenbodemspieren. Tot de volgende keer.